Vanuit Event Plaza heten wij u een bijzonder hartelijk welkom met een nieuwe aflevering van Regio TV aan tafel. Onderwerpen corona en activiteiten in de regio. Kan dat nog? Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Aan tafel praat ik met Gerard Scholtes. Hij is directeur-eigenaar van Event Plaza. Gerard, hoe is het? Hele stille tijd. Ja. We zitten aan de regiotafel en de eerste vraag die we altijd stellen aan onze gasten is: waar kom je vandaan? Uit welke plek? Uit het Westland. Uit Naaldwijk. Het Westland. Dat Naaldwijk. Is hier zo. Naaldwijk. Geboren en getogen Westland. Geboren en getogen. Ja. En wat heb je verder met de hele regio? Overal getennist. Ik heb overal getennist en we hebben een heleboel klanten uit de regio, gelukkig. Ik bedoel, als het weer open gaat, dan hoop ik dat ik weer heel veel mensen kan begroeten hier. Die ook weer hier komen voor allerlei zaken. Je hebt het over tennissen. Je bent een zeer bekwaam tennisser geweest, hè? Enkele jaren geleden. En bij de oudere jongetjes. Ja. Bij de oudere jongetjes. Daar doe ik ook weer aardig mee. En probeer ik ook weer een klein beetje tijd voor te maken. Omdat ik er weer tijd voor heb. Je sport zelf nog? Intensief, ja. Nog intensief? Training 5-6 keer per week. Zelf op mijn home trainer. Ja. Loopband, tennisbaan boven. En ben ik in de weer. Ja. Je zegt tennisbaan boven. Maar even voor de duidelijkheid. We zijn hier in een van je bedrijven. Event Plaza. En dat is een evenementencenter en daar heb je het op dit moment. Boven de grote hal waar vroeger 4 tennisbanen waren, ja. Heb ik nu 1 echte tennisbaan weer voor mezelf. Om daar te trainen met zoons, met maatjes van mijn trainingsmaatjes. Ja. Kijk aan. Maar we gaan het hebben over het ondernemerschap. Want je bent ongelooflijk hard geraakt door de coronacrisis. Ja. Ja. Vertel, na maart vorig jaar, wat is er gebeurd hier? Vrijwel niks meer. Nee. Vrijwel niks meer? Nee. Hele kleine incidenten, even toen we open mochten. Enkele kleine feestjes. Dat was alles. Ja, ja. En als we kijken naar welke activiteiten vonden hier dan zoal plaats? Veel bruiloftsfeesten. Veel bruiloftsfeesten vinden hier plaats. En we waren ook alweer een jaar, anderhalf jaar met evenementen, feesten. En wij gaan nu de zakelijke markt benaderen, ook omdat we ook verder uitbreiding willen van onze activiteiten. Ja, dan is de vraag natuurlijk ook, hoeveel steun heb je van de overheid gehad? Want ja, als je tent dicht is, om het maar plat te zeggen, dan word je daar niet heel rijk van. De overheid is net als de hele horeca, laat het eigenlijk een klein beetje zitten. Er zijn nu plannen om daar dus oplossingen voor te gaan bedenken. Maar ik moet toch aannemen dat wij met name nog wel een tijd grote problemen zullen hebben om familiefeesten en dergelijke. Maar ook bedrijfsfeesten in grotere aantallen, ja. Dat we die hier nog niet zullen kunnen doen. Ja, en wordt er dan ook niet gekeken naar andere mogelijkheden? Bijvoorbeeld, er zijn straks verkiezingen. Je zou kunnen zeggen, misschien er moet ingeënt worden. Discussie is momenteel van dat vaccineren zou je ook bij wijze van spreken op dit soort locaties kunnen doen. Ik moet zo zakelijk zijn om te zeggen, alle organisaties die zich daarmee bezighouden kunnen hier komen kijken of kunnen op onze website kijken. Dat wij hier allerlei mogelijkheden hebben in mooie zalen, mooie aangeklede zalen die zich daarvoor lenen. Maar dat wachten we wel af. Ja. Hoe zie je de toekomst? Allereerst, hoe lang hou je dit nog vol om zonder werk zo'n enorme locatie open te houden? Ik werk al 65 jaar. Vul de rest maar in. Ik heb wel een spaarpot opgebouwd ook. Dus ik zit niet 1, 2, 3 in nood. Maar het moet niet te lang meer duren. Nee. Hoe zie je de toekomst? Wanneer hoop je trouwens weer dat het weer enigszins normaliseert? Het zal ook dit jaar nog een hele klus zijn, ook voor velen in de horeca en ook zeker in de evenementensector, dat ze dus zichzelf kunnen bedruipen en weer gewoon winst kunnen maken. Dat zal nog een hele tour worden. Ja, heb je tenslotte nog positief nieuws
te melden, naar aanleiding van alle omstandigheden? Er is iemand, dat is een bekend persoon ook, waar ik nu mee ga ontwikkelen om een breder draagvlak te creëren voor het bedrijf. Dus ook met name ook weer richting business en zaken die ruimte willen zoeken, examenorganisaties. CBR heeft hier een aantal maanden examens afgenomen. Dat wordt weer, we hebben 400 examentafels staan en kunnen dus weer ook een nieuwe groep aan gaan boren die hier langs de A4 in Rijswijk makkelijk op een parkeerplaats kunnen komen te staan. Dus je bent nog niet met de pakken neer gaan zitten? Nee, goed. Nee, dat zit niet in mijn hart. Nou, ik hoop dat je toch nog de nodige ondersteuning krijgt en dat we heel snel uit deze coronacrisis tevoorschijn komen. Ja, dat hoop ik ook. Gerard, ik ga je bedanken voor het gesprek. Jij ook, dank je, Tom. Dit was Regio TV aan tafel. Uiteraard, als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de regio, dan blijft u ons volgen. Dat kan op www.regiotafel.nl, maar het kan natuurlijk ook door gewoon de televisie aan te zetten. Dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer weer.